Goedendag allemaal, ik ben het, Samantha uit Utrecht. Ik ben op Polsweg geweest, 2 jaar voor precies te zijn. Ik heb 2 jaar vastgezeten wegens goed gedrag. Maar ik ben weer terug om jullie relatietips, beautytips, dieettips en paperclips te geven. Nou zie ik je denken, de tyfus, wat ziet hij er goed uit? Dat klopt. Ik heb dat al mijn eigen laten doen zoals je kunt zien. Kost een placenten, maar dan haal je ook wat. Goed. Ik heb me in de gevangenis tierlijk verveeld. Ik heb daar heel veel meegedaan aan winacties en prijsvragen. Want ik zeg altijd maar zo, de aandeelhouder wint en niet geschoten is altijd rak. En Roy is wat, ik heb iets heel tofs gewind. Vandaag gaan we iets heel leuks doen. Ik heb het boek Opening Night van Yolanda Sheens gewonnen. En een interview met de schrijfster. Ze is hier bij me. Het is een grote eer, Yolanda Sheens, de schrijver van het boek. Yolanda, hartelijk dank voor je komst. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik heb wat scherpe vragen voorbereid. Nou, dat vond ik heel ik hou mijn briefje erbij. Heel erg leuk dat ik mocht komen, Samantha. Graag gedaan. Kun je iets vertellen over het verhaal? Ja, nou, het boek speelt zich af in Maastricht. De hoofdpersoon is een 25-jarig meisje. Ja. En ze heeft een heel leuk leven. Maar dan wordt ze verliefd op de stiefvader van haar vriend, waar ze mee samenwoont. En ze krijgt ook een hele rare collega op te werken. Een beetje een raar meisje. Tanja heet hij. Ja, precies. Tanja, inderdaad. Ja. En ja, vanaf dat moment verandert eigenlijk haar leven een beetje. Dan is ze dus overdag heeft ze heel veel last van die vervelende collega. Oh. En 's avonds heeft ze een geheime relatie. Een secret affair met die stiefvader van haar vriend. Serge, ja, inderdaad. Nou, ik heb je boek dus geluisterd in de gevangenis. Geluisterd? Ik ken niet lezen en schrijven. Dus ik ben een analfabeet. En ik ben ook een beetje dyslesbisch. Maar ik ben oraal heel sterk. Okay. Dus ik heb de gevangenisbewaking zover gekregen dat ze boeken allemaal voor gingen lezen. Oh, dat dus is cool. Zo fijn. Ja. Ja. Vond je het leuk? Nou, vind ik leuk dat je het vraagt. Want vroeger, van kleins af aan, was mijn lievelingsboek altijd al Niemand weet dat ik Tepelstriltje heet. Oké. Okay. Ken je dat? Ik ken een andere versie daarvan. Maar, Het is een heel leuk boek. Dat las mijn oma Johan altijd voor vroeger. Samen met mijn andere oom Ricardo. En dat was ook heel fysiek, want er hoorden heel veel fysieke opdrachten bij. Het was heel interactief, heel leuk. Maar nu ik jouw boek heb gelezen, ja, jouw is echt veel beter. Oké. Okay. Ja, echt waar. Dankjewel. Vind ik heel leuk om te horen. Ja, nou, oké. Okay. We gaan beginnen met de diepte-interview. Ben je er klaar voor? Ja, absoluut. Vraag 1. Het verhaal speelt zich af in de provincie Maastricht. Ja, in de stad Maastricht. Inderdaad, klopt. Ja, dat begrijp ik niet zo goed, want waarvoor wonen ze zo ver weg? Waarom wonen ze niet gewoon in Utrecht? Er is toch veel gezelliger met de Dom en de Grachies en Stadion Gaalgewoord. Ja. Ik snap ook niet zo goed dat niet heel Nederland gewoon in Utrecht woont. Of de hele Europese Unie, als je bedoelt wat ik begrijp. Nee, dat had inderdaad gekund. Ik had het ook in Utrecht kunnen laten afspelen. Het is een hele leuke stad. Veel maar ik kom, ja, nou, ik kom zelf uit de buurt van Maastricht. Ja, dat kan je wel horen, ja. Oké, okay, nou. En daarom speelt het verhaal zich af in Valkenburg en in Maastricht. Dat vond ik heel erg leuk om te doen, om het daar te laten afspelen. Ja. Ja, snap ik wel. Maar ik snap het eigenlijk niet, want Utrecht is veel leuker. Ja. Vraag 2. Die Lulu. Ja. Dat meisje. Ja, de hoofdpersoon. Ja. Ja. Die nooit dus met die rijke stiefvader van de CG. Ja, daar heeft ze een relatie mee, dat zeg je. Ja. Ja. Waarvoor doet ze dat gratis? Die kent ze toch gewoon dikke knoken voor vragen? Ja, maar ze zijn verliefd. Ja? Ja. Nou, precies. Dan stijgt dus de marktwaarde. Dan kan ze toch gewoon de jackpot vragen. Die Lulu die is niet zo zakelijk ingesteld. Die moet mij maar een keertje bellen. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Echt hoor. Vraag 3. Die Tanja, hè? Ja. Die imiteert me ook mateloos. Ja, nee, die is ook heel irritant. Moet ik die een keer voor je op de bek rossen? Nou, dat wordt een beetje moeilijk. Je woont in Heerlen. Dus, ja, misschien een keer in Utrecht. Ja, misschien komen. Komt Snorpris en ik er gewoon op de smol. Want dat wijf, dat ken echt niet. Nee, dat zei allemaal flik. Ja, dat vond je dus ook heel vervelend. Nou, ik vond het wel spannend. Ja? Oké. Okay. Ja, maar ik wou er echt wel een groep, je weet wel, op afsturen. Ja, ja, het is een heel vervelend, een heel gemeen meisje. Ja, dat is echt een termijn. Ja. Oké, okay. Vraag 4. Is het boek automatisch? Automatisch? Ja.
Is het boek automatisch? Je bedoelt of ik het op de automatische piloot heb geschreven? Nee, is het echt gebeurd verhaal? Gaat het over je eigen? Ah, oké, autobiografisch bedoel je. Nee, alleen de plekken. Dus Maastricht en Valkenburg waar het zich afspeelt, dat zijn plekken die ik heel leuk vind. En waar ik ben opgegroeid. En waar ik in mijn jeugd heel veel geweest ben. Mm. Maar de rest is allemaal verzonnen, is allemaal fictie. Ja, ja. Hé, hey, vraag 5. Die Maurice, hè? Dat is dus officieel die vriend van ja, die Lulu. Ja, daar woont ze in het begin van de roman. Heb die ook een beetje knaken? Ja, heel veel. Ja, 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 ja dat ja. Snap ik wel, ja. Dat ze dan mee is. Ja. Hé, hey, maar die zit lekker aan de sos, toch? Aan de sos? Aan de sos. Ja, aan de ja, koeien. Ja, 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 aan de witte koeien. Ja, ja, ja. Ja. Hé, hey, die dealer van hem, hè? Zit hij toevallig een beetje in de buurt van Utrecht? Ga je dan misschien een nummer van? Nee, helaas, Samantha, daar kan ik je niet aan helpen. Dit is fictie, het is, ja, dat zit in, dit is verzonnen. Fipsie. Ja, fictie, dus ik heb het verhaal verzonnen, dus die Maurice bestaat niet echt. Fipsie. Hé, hey, die rijke CG, kan ik dan misschien het nummer van krijgen? Die bestaat ook alleen in mijn hoofd. Oh ja, tuurlijk. Nee, ik snap het al. Nee, is goed. Wij spreken elkaar na de uitzending nog wel even onder twee ogen. Dat is goed. Dat is goed. Nou, we zijn aan het einde van het interview gekomen. Hartelijk dank voor je tijd. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ik vind het echt een fantastisch boek. Oh, ik vind het echt een literair standje. En ja, vooral het einde stond ik helemaal triplex van. Ja? Zo, echt zo motherfucking spannend vond ik het. Niet normaal. Ik hoop dat je nog veel meer boeken gaat verzinnen. Dankjewel, vind ik echt heel erg leuk om met jouw mond te horen. Echt ja, super. Ja. Leuk. Nou, ik zal het nog één keer laten zien. Het is een echte aanrader, echt waar. Dat meen ik uit de grond van meteen. Je moet hem lezen. Je kan het bestellen bij bol.com, maar dat zou ik niet doen, want dan, ja, dan moet je er gewoon voor betalen. Je kunt in alle biebs halen, dan kun je het gewoon jatten en meenemen, niks aan de hand. Samantha, mag je heel even onderbreken, maar dan verdien ik er helemaal niks aan als het allemaal gaan. Dat doet helemaal niet te spraken, want jij hebt die rijke zusje. Dus, je moet trouwens ook even op de website kijken, want hem schrijven hele toffe stukjes op de blog. www.jolandasjeens.nl. Klopt. Kun je echt, als je wil lachen, mooi op de website kijken. Is echt toppie. Allemaal, hartelijk dank voor het kijken. Hou me goed in de gaten, want heel binnenkort kom ik terug met mijn nichtje Priscilla van beautylab.nl met datingtips. Dus hoe kun je lekkere kerel aan de haak slaan? Maar we hebben ook nog stylingtips en dieettips. Dus je kan een heleboel van me leren. Dan ga ik nog een klein reclameblokje voor mezelf houden. Want we weten allemaal dat de overheid wil stoppen met de cultuursubsidies. Nou, als ik geen cultureel erfgoed ben, weet ik het ook niet meer. Dus volg me allemaal op Twitter, want daar stijgen mijn markwoorden van. Dat is twitter.com/thebeautybakery. En tot slot wou ik nog even zeggen dat ik zeep en badspullen steel. Die verkoop ik allemaal in mijn beauty webshop. Het is veel voor weinig en niet duur qua financieel geld. En sinds ik uit de bak ben heb ik geen rode kutcent. Ik kan niet eens een zonnebankje pakken. Dus kom alsjeblieft een keertje kijken in mijn winkel. www.thebeautybakery.nl. Tot de volgende keer. Ajus. Myself too.